In deze video gaan we kijken naar de opgave water uit de ruimte. En dat is een opgave uit het eindexamen 2018, eerste tijdvak. En we gaan vooral de, deze opgave bekijken omdat dit een echte kwantumopgave is. En je ook hier heel veel van uh, je kennis van de kwantumfysica moet kunnen toepassen. De vraag gaat over water uit de ruimte. En eigenlijk krijg je al heel veel gegeven. Namelijk dat. Uh, men het idee heeft dat water al is ontstaan in interstellaire wolken, wolken tussen de sterren. Uh, daar heerst een hele lage temperatuur van 10 Kelvin. En in deze opgave wordt nagegaan welk proces er nou eigenlijk ligt achter dat vormen van water. En we hebben het dan over uh, deze reactie, deze krijg je ook gegeven, waarbij dus uh, een watermolecuul. Splitst in twee waterstofatomen en een van die twee waterstofatomen, samensmelt met de OH-molecuul tot een watermolecuul. Nu krijgen we er wat bij gegeven, namelijk dat om dit te laten gebeuren, het waterstofatoom wel nog een energiedrempel over moet. Er is sprake van een activeringsenergie om deze reactie te laten gebeuren. En in deze opgave worden twee verschillende hypotheses bekeken, uh, waarmee uh, geprobeerd wordt om te verklaren dat dit ook gebeurt. En de eerste hypothese is als volgt: uh, dan wordt eigenlijk gezegd: uh, Natuurlijk heeft uh, alles wat temperatuur heeft beweegt en heeft daardoor ook kinetische energie. Als die kinetische energie maar hoog genoeg is, dan kan. Zo'n Zo waterstof uh, waterstofkern kan over die drempel heen als het ware. Dus hij moet dan 0,18 elektronvolt aan kinetische energie hebben. Daar gaat vraag 8 over van uh, deze opgave. En we krijgen bij vraag 8 een uh, best wel ingewikkeld uh, plaatje erbij. En het plaatje geeft de kans, de waarschijnlijkheid dat deze reactie verloopt uh, af, hoe die afhankelijk is van uh, de temperatuur van de gaswolk. En eh, dan moeten we even goed kijken, want op de x-as staat niet de temperatuur uitgezet, maar 1 gedeeld door temperatuur. Wat nu de vraag is bij vraag 8, is om te onderzoeken hoe het nu zit met de kans, de waarschijnlijkheid dat deze reactie verloopt bij eh, 10 Kelvin, de temperatuur in deze wolk, en bij eh, 2100 Kelvin. En waarom 2100 Kelvin? Nou, bij 2100 Kelvin hebben alle waterstofatomen uh, gemiddeld een kinetische energie van 0,18 elektronvolt. Wat dus ook eigenlijk inhoudt, gaan we dadelijk ook nog wel zien, dat de kans dat deze reactie gaat uh, gebeuren uh, dan zo goed als 1 is. Nou, laten we eens even kijken naar deze grafiek. We moeten hier dus eventjes 10 Kelvin zien te vinden. Nu is dat niet heel erg ingewikkeld, want dan uh, krijgen we dus dat 1 gedeeld door 10 is 0,10. Dus we moeten kijken bij de x-waarde van 0,10 om bij de 10 Kelvin te kijken. En ik heb er al een pijltje bij gezet. Dan kan ik ook aflezen hoe groot de waarschijnlijkheid is. Die is 10 tot de macht min 90. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend kleine waarschijnlijkheid. Om het even netjes te doen, ga ik dit vergelijken. Met de temperatuur bij 2100 Kelvin. Dat is aan de andere kant van de grafiek. En dan krijg je een 1 t is ongeveer 5 uh, tienduizendste. En uh, ik heb het net ook al verteld. Dan zul je ook vinden een waarschijnlijkheid van 1. Uh, daar zal de reactie uh, wel gaan ver verlopen. Nou, wat je hier dus ziet is dat je bij 10 Kelvin 10 tot de macht 90 keer minder kans hebt op deze reactie. Dan eh, bij 2100 Kelvin. En wat inhoudt dat eh, bij 10 Kelvin er eigenlijk zo goed als niks gebeurt. Dus zal er ook heel, heel, heel weinig water ontstaan eh, als dit het principe is dat zorgt voor die reactie. Dus eh, de eerste hypothese, en dat is dus de hypothese dat eh, de kinetische energie van het deeltje zorgt dat het deeltje over de drempel heen kan, die kunnen we dus verwerpen. Dan is het natuurlijk ook interessant om te gaan kijken hoe ziet de hypothese 2 eruit. Nou, hypothese 2 die gaat uit van het quantum tunnel effect. En als je goed hebt voorbereid en je ziet dit plaatje verschijnen, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je daar ook meteen aan denkt. Uh, want alle quantum tunnel effect plaatjes zien er ongeveer zo uit. Nou, wat blijkt nou het geval te zijn? Wanneer uh, het OH-molecuul op een bepaalde afstand van het h uh, 2 Molecuul, waterstofmolecuul, komt van ongeveer 0,10 nanometer, dan kan zo'n waterstofatoom overspringen van het ene molecuul naar het andere molecuul en water uh, vormen. Uh, en daarmee weten we dus ook de breedte van die drempel, die is 0,10 nanometer. Die stond natuurlijk ook al een hele tijd aangegeven in het plaatje, maar daar komt die waarde dus vandaan. We moeten nu gaan kijken of er, Of het waarschijnlijk is dat er een kwantumtunnel effect ontstaat en gelukkig krijgen we er nog iets bij. Dat is namelijk een eh, best ingewikkelde formule zo op het eerste gezicht. Maar met deze formule kun je de de brooiengolflengte uitrekenen van een deeltje wanneer het deeltje een temperatuur heeft van 10 Kelvin. Ja, wat is nu de truc eigenlijk altijd met dit soort situaties? Op het moment dat de de brooiengolflengte groter of ongeveer gelijk is aan uh, de dimensies van de situaties die je aan het bekijken bent, dan wordt het heel aannemelijk dat er kwantum uh, effecten ontstaan, waaronder dus kwantum tunneling. En uh, in deze situatie moeten we dus ons dus gaan richten op die 0,10 nanometer. Als de de broglie golflengte in de buurt ligt van 0,10 nanometer of groter is dan 0,10 nanometer, dan uh, is het best waarschijnlijk. Dus we moeten nu eigenlijk gewoon deze formule invullen. Ja, hoe gaan we dat doen? Nou, dat gaan we als volgt doen. Uh, in die formule stonden een massa en een temperatuur. Nou, die temperatuur, dat is natuurlijk die 10 Kelvin. De massa is de massa van het proton, want een proton is natuurlijk een waterstofkern. Die springt over. Dan hebben we nog twee constanten, dat is uh, de constante van Planck en de constante van Boltzmann. Nou, die kun je allebei opzoeken in BINAS tabel 7. Als je dat netjes invult en netjes uitrekent... Dan krijg je een Brooie-golflengte van 0,55 nanometer. Hé, hey, zeg je dan. Dat uh, is uh, iets groter dan die 0,10 nanometer. Dus, uh, mijn uh, conclusie is dat het uh, best wel aannemelijk is dat er een tunneleffect uh, uh, gaat gebeuren hier. Dus hiermee wordt Hypothese 2 uh, best aannemelijk. Het komt dus door het kwantum tunneleffect dat water kan ontstaan in interstellaire wolken. Van een temperatuur van 10 Kelvin. We gaan kijken naar de volgende vraag in deze opgave. En dat is uh, vraag 10. En in vraag 10 wordt eigenlijk het volgende uh, verteld. Uh, wetenschappers zijn erin uh, geslaagd om in laboratoriumomstandigheden uh, al het waterstof te vervangen door uh, deuterium, oftewel waterstofkernen met een extra neutron erin. Uh, dat verandert aan de hele uh, vergelijking uh, scheikundig gezien uh, niets, maar natuurkundig gezien wel, want uh, ik heb hier van alle haatjes heb ik maar eventjes deetjes gemaakt. Elke uh, waterstofkern uh, zal dus uh, een kern zijn met daarin ook een neutron. En uiteindelijk zul je dan uh, in deze reactie water maken, waarbij dus uh, de twee waterstofkernen ook allebei uh, een neutron bevatten en dat noemen we dan ook zwaar water. De vraag is eigenlijk als volgt: dit is eigenlijk de situatie hè, die je krijgt, en de vraag is uh, die we gaan beantwoorden is als volgt: als je dit doet, dus als je al het water uh, vervangt door deuterium, wordt dan de kans op tunnelen groter of juist kleiner? En ik heb er nog maar eventjes deze uh, formule nog uh, bijgepakt. Wat je moet noemen in je antwoord is dat er eigenlijk maar één verschil is tussen een waterstofkern en een deuteriumkern, en dat is de massa. Een deuteriumkern bevat een extra neutron en is dus ongeveer twee keer zo zwaar als een waterstofkern. Kijk je nu naar deze formule, dan kun je ook daarmee afleiden dat de de bij deuteriumkernen kleiner zal zijn. Dan die bij uh, de vorige situatie, waar de, waarbij je waterstofkernen had. Nou, op het moment dat die, de broeiengolflengte kleiner wordt, kun je eigenlijk ook zeggen dat die, uh, die breedte van de barrière, waaraan verder niks verandert, uitgedrukt een golflengte is, wat dikker lijkt te worden. Uh, en daarmee kun je ook uh, uitleggen dat het, uh, de kans op tunnelen kleiner zal zijn wanneer je uh, gebruik maakt van zwaardere uh, atoomkernen. Nou, even samenvattend kun je als volgt zeggen, dus dit is de conclusie. De massa wordt groter, de, de broeiengolflengte wordt kleiner. Nou, dat, dat tweede hoef je eigenlijk niet eens te noemen. Je mag gewoon zeggen de massa wordt groter en daarmee wordt de kans op tunnelen kleiner. Uh, die wordt helemaal goed gerekend. Even nog een klein stukje theorie herhalen. Wanneer we het hebben over kwantumtunnelen, neemt de kans op tunnelen af wanneer er een van de volgende drie dingen gebeuren... De massa van het deeltje dat tunnelt wordt groter. Nou, als dat gebeurt zoals bij de vorige vraag, dan wordt de kans altijd kleiner als de andere twee uh, niet veranderen. Uh, je kunt de barrière breder maken, dan wordt ook de kans op uh, tunnelen kleiner. En je kunt tot slot de barrière hoger maken, dus meer elektronvolt, dan wordt de kans op tunnelen ook kleiner. Dit is eigenlijk gewoon theorie, dit moet je onthouden en we hebben dus net toegepast bij eh, vraag 10 dat de massa van het deeltje groter wordt en dat daarmee de kans op tunnelen afneemt. Bij vraag 11 doen we iets wat heel erg op lijkt. Bij vraag 11 wordt namelijk de volgende vraag gesteld. Nou we hebben tot nu toe gekeken naar een deeltje dat van links naar rechts door het plaatje gaat eigenlijk. Hè. Dus ik heb een uh, waterstofkern uh, die wil van een um, Water, uh, of nee, sorry, van een waterstofmolecuul wil die naar het water, dus die wil van links naar rechts. Daarmee moet die een barrière over. Die heb ik hier in rood aangegeven van 0,18 elektronvolt. Wat kun je nou voor conclusie trekken wanneer je gaat kijken naar de reactie die van rechts naar links loopt? Dus ik maak van water en één waterstofkern maak ik OH en H2. Ja, als je van rechts naar links door het plaatje kijkt, dan, komt, uh, dan moet je dus zo deze richting aan kijken. Ja, dan zie je het volgende verschijnen. Dan zie je een veel hogere barrière dan wanneer je van links naar rechts door het plaatje loopt. En wat hebben we nu net gezien? Een hogere barrière. Dat wil zeggen dat de kans op tunnelen kleiner zal worden. Dus de kans om van rechts naar links te tunnelen is een stuk kleiner dan de kans van links naar rechts. We zijn bijna bij het einde van de opgave. Vraag 12 gaat eigenlijk over heel iets anders. Een leerling die geeft aan dat het heelal een bepaalde leeftijd moet hebben, wil dat water kunnen gaan ontstaan. En eigenlijk is de vraag die ik ervan gemaakt heb: hoe oud moet het heelal dan zijn? Na hoeveel jaar na de Big Bang kun je water gaan zien ontstaan? Ja, en dat heeft toch wel weer met deze formule te maken. Dat is hier nog een keer. Um, want er is wel iets um, interessants in deze formule, waar we het nog niet over gehad heb, hebben. En dat is dat de temperatuur natuurlijk ook in de formule staat. De temperatuur, en in dit geval is dat de temperatuur van het hele heelal. Als die temperatuur heel groot is, zoals je hebt aan het begin uh, uh, van het ontstaan van het heelal, als die uh, T heel groot is, dan zul je dus een hele kleine, de broglie golflengte vinden. En we hebben net al gezien dat een kleine de broglie golflengte. Uh, zorgt dat kwantum effecten veel minder snel optreden. Dus ook dat uh, ontstaan van water zal veel minder snel optreden. Om water te laten ontstaan door tunnelen, moet het koud genoeg zijn. Laten we zeggen ongeveer 10 Kelvin koud. Wat we nu alleen nog even moeten gaan doen, is nagaan in de tabel die je ook bij uh, de vraag hebt gekregen, in de tabel van BINAS, hoe lang moet je dan wachten voordat de temperatuur van het heelal inderdaad. Eh, laag genoeg is. En eh, wat blijkt dat het geval te zijn als je eh, tabel eh, 32 eh, erbij pakt? Tabel 32H, dat is een hele mooie kleurentabel van de Big Bang. Eh, dan kun je daarin aflezen dat het, eh, de, temperatuur, de gemiddelde temperatuur in het heelal na 1 miljard jaar ongeveer 15 Kelvin is. En op dit moment, na 13,8 miljard, 13 miljard jaar na de Big Bang is uh, de gemiddelde temperatuur ongeveer 2,7 Kelvin. Ja, hieruit kun je wel uh, concluderen dat je minstens een miljard jaar moet wachten en nogal wat langer, voordat de temperatuur van het hele heelal koud genoeg is, om deze, uh, dit, uh, deze reactie te laten uh, verlopen. Dus de leerlingen had inderdaad gelijk.